Huishoudbeurs 1967. Hapje hier, hapje daar, heel zorgeloos. Maar op een gegeven ogenblik moet er weer iets aan worden gedaan. Maar ook dat laat zo'n beurs dan met grote wijsgerigheid zien. Het einde op dit gebied is de sauna. Daar zijn er hier te landen niet zoveel van. En dus is er nu de huiskamersauna. Waarin men de genietingen van het stoombad kan ondergaan zonder de belangwekkende conversatie te hoeven staken. Dicht die rit en daar zit moeder dan. Of ze in Finland zit te kijken in plaats van naar haar eigen bankstel. Kleinbehuisden hebben dit jaar ook weer de aandacht van de ontwerpers gekregen met dit alles in één meubel. Dat behalve apparatuur ook nog bergruimte bevat. Met het geklaag over spattende braadpannen bij het toedienen van water aan de echte Hollandse jus kan het ook afgelopen zijn. De braadpan wordt afgedekt met een gaatjesdeksel en daar wordt het water opgegoten. De spatten worden opgevangen door het deksel. Wat overigens dan weer niet zo goed is voor de schortenfabrikanten. Maar de jus is, nou ja, geweldig. Vrouwen zagen in het algemeen niet zoveel in huis. Met een zaag dan. Maar nu is er een handig klein lintzaagje in de handel dat dit werk tot een diep genot maakt en met groot en wendbaar gemak ook door flinke planken heen gaat. Kortom, de huishoudbeurs is en kan weer open.